Ik ben René Staal. Ik run samen met mijn ouders een melkveebedrijf in Bobbeldijk in Noord-Holland. Wij hebben hier een melkveebedrijf met ongeveer 150 melkkoeien, ongeveer 120 stuk jongvee. We hebben gekozen voor de Sprevo Excellent poeder om een goede groei te realiseren. Daardoor hebben we wel een rijke concentratie per liter. Dus er gaan veel grammen poeder op een liter water. We voeren de kalver onbeperkt brok, onbeperkt luzerne en onbeperkt hooi. Want je moet hier nooit in kosten gaan snijden, want ja, dat is geen winst. Je moet er hier zoveel mogelijk voermoed erin en zoveel mogelijk melkpoeder van een goede kwaliteit. Want dan heb je het meeste rendement en een goede groei. Ik ben Annette Staal. Ik verzorg bij ons op het bedrijf de kalveropfok. Dat doe ik al een aantal jaren. Wij hebben een andere kalverstal gebouwd vorig jaar. We hebben daarbij compartimenten gemaakt van 4 hokjes die aaneengeklikt zitten met een buizenframe. De mannen kunnen makkelijk het windbreekgaasgordijn openschuiven en er met de trekker of de heftruck een systeem van 4 hokjes in 1 keer oppakken en naar de spuitplaats brengen om het schoon te maken. Na het schoonmaken met heet water worden ze ook nog gedesinfecteerd. Als de hokjes dus een poos leeg hebben gestaan, dan beginnen we weer met 4 nieuwe hokjes om ze te vullen met kalveren. En dan hebben we hier nog een apart hokje waar we de stierkalfjes die door de handelaar worden opgehaald in kunnen doen. De deur gaat open, ik doe de stiertjes erin en de handelaar kan via deze buitendeur met gemak de kalfjes ophalen in zijn wagen doen. En dan hoeft hij dus niet de kalverstal te betreden zodat hij ook geen ziekteinsleep kan veroorzaken voor de rest van de kalveren. Hij vindt het heel handig, wij vinden het prettig, dat bevalt ons erg goed. Na de biesverstrekking via de Coloquick krijgen ze de Sprevo kalvermelk. De kalveren doen het er goed op. 10 tot 14 dagen blijven ze hier in de eenlingboxen zitten. Dan zijn ze vitaal genoeg en dan plaatsen ze hier bij de drinkautomaat. En dan hebben we er eigenlijk weinig omkijken meer naar. Ik zie dus dat de kalveren het goed doen en dat is een dankbare taak, want zij vormen in wezen de toekomst van ons bedrijf. Het zijn onze toekomstige melkkoeien.